Het antifraudeplatform wil dat de opkomende verkiezingen feilloos geschieden. Dit zei Monique Esset, secretaris van het platform, gisteren op een persbriefing. Esset geeft aan dat bijna alle partijen participeren in het platform. Slechts de coalitiepartijen NDP, BEP en HVB doen niet mee. Suriname staat bekend om het organiseren van eerlijke verkiezingen en dat willen wij zo houden, benadrukt Esset. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de samenleving, dus niet alleen de politieke partijen zelf en hun leden, maar dat de samenleving ook weet dat zij kunnen terugvallen op het antifraudeplatform. Want dit is een rustpunt voor de politieke partijen. Binnen het antifraudeplatform is het niet de bedoeling dat partijen met elkaar bezig zijn, maar het is een rustpunt waarbij we met z'n allen gezamenlijk antifraudepraktijken of antifraude zaken kunnen behandelen. En met z'n allen kunnen zorgen voor richtige en goede democratische verkiezingen. Volgens de coördinator van het platform, Aziz Gayadin, is er heel wat ruis in de samenleving ten aanzien van de verkiezingen. Er is geen plek waar de samenleving en de politieke partijen terecht kunnen voor het doorgeven van misstanden, benadrukt Gayadin. We hebben toen besloten, de voorzitters van de partijen hebben toen besloten om een platform tot stand te brengen. En dit platform heeft in de afgelopen periode gewerkt. Mijn mensen, ik denk dat zoals ik in mijn inleiding aangaf dat er heel wat ruis is, dat het dan nodig is dat alle politieke partijen krijgen informatie vanuit het veld. Die samenleving weet ook niet waar men klachten moet deponeren. Dat wij dan daarom besloten hebben om een meldpunt op te zetten. Het is een meldkamer waarbij wij dan gezegd hebben dat wij per ingaande morgen dat alle informatie vanuit die samenleving naar zo'n meldkamer kan gaan, zo'n meldpunt, dat die informatie opgestuurd kan worden. Aziz Kumar Gayadin, coördinator van het antifraudeplatform. Hij sprak gisteren op een persbriefing. Hij zegt dat het platform een meldpunt heeft ingesteld waar de samenleving misstanden kan doorgeven.